Een goede avond. Hartelijk welkom bij alweer de 100ste aflevering van het... Aflevering? De 100ste voorstelling van het Zigzagtheater. Onze regisseur en spelers hebben een werkelijk culinair hoogstandje voor je voorbereid. Dus ik zou zeggen, geniet en laat ze onderdompelen in de meest exclusieve gerechten. Maar voor je dat doet, wat huishoudelijke mededelingen. Allereerst gaat de telefoon uitzetten. Want niks is zo vervelend als een telefoon die afgaat tijdens een voorstelling. En dan wil ik u wijzen op de foyer. Deze bevindt zich net voorbij de deur. Sommigen van u zijn er misschien al geweest. Daar kunt u in de pauze genieten van een drankje. En na de voorstelling komen de regisseur en spelers daar naartoe voor een heuse meet and greet. Nou, mij rest niks anders dan u een fantastische voorstelling te wensen van het Zigzagtheater. Ze spelen de gevulde snoes aan. Een fijne avond. Welke opening? Ja, van het restaurant natuurlijk. Oh, die opening. Denk je dat we hard moeten werken vanavond? Nou, dat ligt eraan, hè, hoeveel klanten er komen.
Nou, dan hoop je dat het niet druk wordt. Ik hoor altijd zo moe van hard werken. Ja, dat hoef je mij niet te vertellen, joh. Steek die handen maar eens uit de mouwen en veeg maar eens door. Ik heb echt geen zin om dat gezeik van Gabrielle aan te horen en je houdt die beest vast als een penseel. Oh, echt waar? Wat leuk dat je dat zegt, Fiekes. Er is een hobby van me. Ja, en luier ook zeker. Schiet nou maar gewoon eens op met vegen. Waarom ben je al zo boos, Fieke? Ik ben niet boos. Oh, oké. Okay. Maar het is gewoon... Ik heb ook het idee dat ik hier alles alleen moet doen. Nee, dat is niet waar. Ik ben er toch. Ik help je toch? Nou, mooie hulp. Wat een rare geluidje maak je. Doe je nog eens. Ik maak hier geen grapjes, Joe. Er moet hier nog van alles gebeuren. Er liggen hier nog bergen vol met stof. De keuken moet nog schoongemaakt worden. De toiletten moeten nog gedweld worden. En ik moet nog wisselgeld halen. Zullen we een dag vrij nemen? Ja, dat kan niet op je eerste werkdag, Joep. En waarom niet? We hebben toch snipperdagen? Ja, niet op je eerste werkdag. Oh, dat doe ik altijd. Ik neem altijd, vraag altijd meteen vrij op mijn eerste werkdag. Juist, en dat verklaart dan ook waarom jij nooit een tweede werkdag hebt gehad. Oh. Oh, zou dat daardoor komen, denk je? Ja, en Gabrielle die zit heel de dag alleen maar in de keuken. En het enige wat zij kan doen, is commanderen. Die opgeblazen, opgedirkte landkak, die denkt dat ze ook zo belangrijk is. Terwijl wij hier het harde werk doen. Ja, iemand zou haar toch eens flink de waarheid moeten vertellen. En wat sta jij nou weer spastisch te doen? Ja, dat kan ik jou wel zeggen. Gabriella. Jij wilde mij de waarheid vertellen? Nee. Ik bedoel, ja, inderdaad, Gabriella. Ik wil dat je met mevrouw de Kroon moet. Nou, zoals je wilt, mevrouw. Ik denk ook niet dat het een slim idee is dat wij elkaar tutoyeren. Voor jou ben ik een u. Zoals u wilt, mevrouw de Kroon. Maar ik ben het er niet mee eens dat u ons heel... Luister eens even. Jullie zijn personeel, dus jullie moeten werken. Ik ben hier de directeur, dus ik heb de leiding. Alles is precies zoals het hoort. Jij. Ik? Ja, jij. Ik ben Joep, mevrouw. Jouw naam interesseert me niet. Wat sta jij te lanterfanten met die bezem? Vegen. Mevrouw, mag ik een dag vrij? Idioot! Zo, jij durft vrij vragen op je eerste werkdag. Heb jij wat wijs gemaakt? Helemaal niet. Nou, dat kan ik moeilijk zelf verzonnen hebben. Zo snukker ziet hij er niet uit. Dankjewel, mevrouw. Vegen. Waarom is het aquarium leeg? Aquarium? Wat een duur woord, hè, voor een glazen bak. Zo. Dus u wilt weten waarom het aquarium leeg is? Ja, heel graag. Nou, dat antwoord lijkt me duidelijk, toch? Nou, vertel maar even dan. Nou, dat ding is leeg, omdat er geen water in zit, sukkel. Nou, ik denk niet dat het verstandig is om je baas sukkel te noemen, Fieke. Dat was inderdaad heel onverstandig. Wil je soms dat ik jou ontsla? Ontslaan? Je durft mij helemaal niet te ontslaan. Dat is pure bluf. Oh ja? En waarom durf ik dat dan niet? Nou, omdat vanavond de opening is van je restaurant. En waar wil jij zo snel nieuw personeel vandaan halen? Als jij mij de laan uitstuurt, heb jij een groot probleem. Wees wel een punt, baas. Vind jij? Dametje, ik laat mij niet voor schut zetten in mijn eigen etablissement. Etablissement? Nog zo'n... moeilijk woord. Grappig dat de mensen voor de meest makkelijke dingen van die moeilijke woorden gebruiken. Vegen! Ik zal dit gedrag eenmalig door de vingers doen. Wat sta je dan uit de vegen, man? Ga het aquarium vullen! Met water zeker? Nee, met champagne! Oh, maar... Doe nu maar gewoon wat ze zegt, Joe. Want onze baas is even kan niet te genieten. Oh, kijk, genieten. Kijk, dat is nou een woord dat we allemaal begrijpen. Kijk, stofnest hier maar uit. Ik ga de wc's controleren. Blaaskaart. Nou, kan ik ook nog het werk van Joep erbij gaan doen? Het wc-papier is op... Wat ben jij nou aan het doen, man? Ik vul het aquarium, zoals u gevraagd heeft. Toch geen champagne, idioot? Ja, maar dat wilde u toch? Jij hebt het ook gehoord, hè, Fieke? Die champagne die kost 1600 euro per fles. 1600 euro? Maar dat is meer dan ik in de maand verdien. U verwerkt die visjes wel, hè? Dit aquarium is niet voor visjes. Oh, jammer. Ik ben gek op visjes. Ik vind het altijd zo mooi met die zwierige staart en die flapperende vinnen. Terwijl ik zelf een vis was. Die champagne die hou ik in op je long. Oh, maar... Dat betekent dat ik een maand voor niks zou moeten werken, baas. Baas? Noem me die baas.
Het is hier geen onderduikadres voor de maffia. Ik wil dat je mij mevrouw de Kroon noemt. Zoals u wilt, baas. Mevrouw de Kroon. Is die wel maar goed bij zijn hoofd? Ja, dat vraag ik ook al de hele dag af. Oh, jullie mogen niet zo over mij praten als ik er zelf bij ben, hoor. Dat is heel onbeleefd. Onbeleefd? Het aquarium vullen met champagne, dat is pas onbeleefd. Oh, maar die champagne is toch niet verspeeld? Kijk, we kunnen het ook gewoon allemaal weer terug doen. Ja. Stop daarmee. Dit moet een eerste klas restaurant worden. Met stelling, met stijl. Het is hier geen frietent. Oh nee, maar dit was vroeger wel een frietent, hè. Ik weet nu dat ik hier vroeger altijd met mijn moeder naartoe ging. En we gingen hier kaassoufflees halen en bitterballen en... Oh, de gehaktballen, die waren ook lekker, zeg. Die tijden die zijn voorbij. Ik heb deze toko niet gekocht om er weer opnieuw een frietent van te maken. Dit wordt een chic restaurant en vanavond staan hier dure gerechten op de kaart. Geen bitterballen. Zijn er wel reserveringen? Nee, nog niet. Nou, dat is mooi. Dan kunnen we ons vanavond volproppen met die exclusieve gerechten van je. Die klanten die komen echt wel. Ik heb overal geadverteerd. Maar wat ik wilde zeggen, het wc-papier is op regel 7. Regel dit, regel dat. Ik ben het zat. Ik neem pauze. Ik ook. Ik ben ook heel moe. Pauze? Ik dacht het niet, hè. Ik wil niet dat mijn personeel hier in het restaurant gaat zitten. Nou, waar wil je ons dan hebben? De place soms? Nee, dat kan niet, Fieke. Er is geen wc-papier. Als jullie al pauze willen hebben, dan ga maar in de keuken zitten. 5 minuten. Geen seconde langer. Ik heb een idee. Ik had hem nooit aan moeten nemen. Tja, we kunnen niet allemaal de beste zijn, hè? En jou ook niet. Je kon niet anders, want we waren tenslotte de enige sollicitanten. Tadaa! Kijk, die champagne is helemaal niet verspeeld. Oh, die champagne smaakt door een gietje ook best zoveel. Wat zijn dit nou voor potzierlijke toestanden? Nou, kijk, mevrouw de baas Kroon, als de gasten komen, dan geeft u gewoon allemaal een rietje en dan zegt u dat ze naar believen een glaasje kunnen drinken uit het aquarium. Slim, hè? Nee, het is belachelijk. Straalbelachelijk. Wat meent u dat nou? Ik vind het wel een goed idee en ik weet zeker dat er geen restaurant in wijde omgeving zo'n exclusief welkomstdrankje heeft als deze. Wil je ook een rietje, Fieke? Tja, waarom ook niet, hè? En hij heeft nog gelijk ook. Het smaakt prima. Dit kan echt niet. Je drinkt toch zeker geen champagne uit een aquarium? Nee, u heeft gelijk. We kunnen er beter rode wijn in doen. Stop dan mee. Jullie denken wel een stelletje slobberende honden. Weet je wat nou wel jammer is, Joep? Ja. Er zitten helemaal geen bubbels meer in. Jij wil bubbels? Let eens op. Stop ermee! Met die kinderachtige spelletjes. Zorg maar voor wc-papier. Ja, nee, mevrouw de baas de Kroon, dat ziet er toch niet uit, wc-papier in een aquarium. Maar waarom staat dat ding hier eigenlijk als je er toch je visjes in wil doen? Het wordt een kreeftenaquarium. Katsie, daar ik, kreeften. U kunt er beter visjes in doen, mevrouw de baas. Gewoon, dat vinden de gasten vast ook veel leuker om naar te kijken. Die kreeften, die zijn niet om naar te kijken, die zijn om te consumeren. Alweer zo moeilijk voor te... Wat bedoelt ze daarmee? Nou, ze bedoelt ermee dat de kreeften worden opgegeten door de klanten. Maar dat is hartstikke zielig. Helemaal niet, het is een culinair hoogstandje. Vanaf morgen kunnen hier de klanten gewoon de kreeft uitkiezen die ze zelf willen eten. Maar dat is moord op bestelling. Het ene moment zit je als kreeft leuk in zo'n aquarium en het volgende moment lig je op het bord. Goedemiddag, u spreekt met restaurant de Gulfstoel samen met Gary Aankoon. Nee meneer, wij hebben geen friet speciaal. Nee, ook geen nasiballen, nee. Meneer, dit is geen frietent meer, wij zijn een eerste klas restaurant. Ja, goedemiddag. Pauper. Weet je, het is zo avond. Kijk, dat is de juiste instelling, Fieke. Maak je borst maar nat, Joep. Vanavond zit hij helemaal vol. Opschepper. Wedden dat er niemand komt? Mooi, dan kunnen we weer naar huis. Niet voordat jij geveegd hebt. En ga de wc-rollen maar eens bijvullen. Wc-rollen bijvullen? Dat is nergens voor nodig.
Als er geen gasten komen, wordt er niet gegeten. En als er niet wordt gegeten, wordt er ook niet gescheten. Schiet nou maar gewoon op! Zo, nou daar ben ik dan, hè? Zo, daar ben je dan. Goedemiddag. Jij bent zeker van het personeel? Ja, inderdaad. Maar mag ik nu mijn hand terug? Ah, sorry, ik ben toch al een beetje door het dolle heen. Wie ben jij? De kok. Freek, vet. En wie ben jij? Fieke Gat, bediening. Hey, kom, niet zo'n zure gezichten trekken. De klanten willen vrolijke gezichten zien. Zie jij hier klanten? Dat komt wel, rustig, geloof me maar. Nou, en waarom zou ik jou geloven? Hey, je hebt wel te maken met Freek Vet. Ik heb toevallig wel al 3 maanden ervaring als chef-kok, ja. Zo, ben je er eindelijk? Nou, ga maar gewoon naar de keuken voordat de klanten jou zo zien. Nee, hoezo? Mag ik dan wel even de menukaart zien? Dat komt in de keuken. Ik moet toch wel weten wat ik moet bakken en braden? Keuken. Oké. Fieke, waar is die andere mafketel? Die is met wc-rolletjes aan het spelen. Oké, haal jij de champagne uit het aquarium, want de tijd begint te dringen, hè? Nou, waarom ik? Ik heb die champagne er niet in gedaan. De entree was erg rommelig, Monica. Beoordeel een boek niet aan zijn kaft. Het pand zag er aan de buitenzijde hoogst bekoorlijk uit. Nou, dit boek is aan de binnenkant anders ook behoorlijk rommelig. Zie je wel? Een vingerdikke laag stof. Het is verbazingwekkend dat het restaurant nu al is geopend. Ze hadden beter wat langer gesloten kunnen blijven. Om wat op te ruimen. Het geeft toch geen pas om gasten te ontvangen in deze bende. Toe, Alessia, laten we even gaan zitten. Als het echt moet. Binnenkort is de grote dag. Oh, ik verheug me er nu al op, Monica. Het is werkelijk fabuleus dat onze oogappeltjes met elkaar gaan trouwen. Onze huishoudens en families zullen met elkaar worden verenigd. Onze kinderen zijn voor elkaar geschapen. Mijn Harmen is smoorverliefd op jouw Margot. En mijn Margot is helemaal hoog tot de bodem van je Harmen. Ze passen perfect bij elkaar. Maar er moet nog zoveel geregeld worden, hè, voor de bruiloft. Mijn Margot heeft al een beeldschone trouwjapon uitgezocht. Heel exclusief. Gemaakt door een wereldberoemde couturier. Kosten, vermogen, maar geld speelt geen rol. Ja, correct. Geld speelt geen enkele rol voor ons soort mensen. Bekijk toch eens zijn uniform. Het zit terrible.
met genoegen. Wilt u misschien iets gebruiken? Oh, dan mevrouw, laat het komen. Gasten mogen hier helemaal niets gebruiken. Als de dames zeggen dat ze iets willen gebruiken, dan bedoelen ze dat ze iets willen nuttigen. Een maaltijd of een drankje. Oh, zeg dat dan. Nu ook altijd met de moeilijke woordjes. Twee cappuccino's. Zoals u wenst. Joep. Oh, maar ik was eigenlijk met de wc's bezig. Doe dat schort uit en regel die cappuccino's. Ja. U moet weten dat we eigenlijk nog gesloten zijn, maar hè, als ik het als goed makertje aan mag bieden. Joep, de pest is niet deze keer handworst. Wist je dat het eerst een frietent was, Alessia? Wat is een frietent, Monica? Wij noemen dat een snackbar. Wat gewoontjes! Als je het mij vraagt, had ik beter een snackbar kunnen blijven. Deze tent heeft totaal geen decorum. Laten we het hebben over de bruiloft van onze kinderen. Inderdaad, we mogen onze vrolijkheid niet laten verpesten door een imbecil in een bloemetjesbord. Niet, ik heb hem net zelf gezet. Toch is het zo. Spreek ons niet tegen. Of anders dienen we een klacht in bij uw baas. Oh, u mag het geen baas noemen hoor. Je moet er altijd mevrouw de baas gewoon bij zeggen. Als wordt boos. Neem dat nou een boek mee en verdwijn. Oh, maar dat is een best warm. Dan kunnen we best drinken. Vieselijk, jij zit met je vinger in een cappuccino. Ja, maar ik heb mijn handen gewassen. Laat die cappuccino's maar zitten. Welke kleur? Wit, rood. Rood, wit. Ja, meer kleuren hebben we niet. Zal ik dan eens een beetje van allebei doen, hè? Een beetje mixen. Ik heb altijd cocktails willen maken. Doet u maar voor mij een rode wijn en voor mij een witte. Kom. Jij had ook een rode wijn moeten bestellen, Monica. Het is tegen de etiketten om verschillende wijnsoorten te bestellen. Het is ook tegen de etiketten om dit soort dingen niet in samenspraak te regelen. Jij had net zo goed een witte wijn kunnen bestellen. Laten we geen ruzie maken, hè? Nee. Ten slotte gaan onze kinderen met elkaar trouwen. Zeer correct. Ze moeten dikke vriendinnen worden. Ja, en dat zullen we. Dat zullen we. Wie had er ook alweer rood en wie had er ook alweer wit? U was daar een beetje warm over. Zet u maar op tafel en verdwijn. Over je
dansen. Beste kerel, dit restaurant is niet eens in staat een fatsoenlijk drankje te serveren. Ik moet al huiveren als ik aan de maaltijden denk. Oh. Wij zijn twee dames uit de betere kringen en wij hebben hooggeplaatste contacten. En als wij niet tevreden zijn over jullie service, dan kunnen wij ervoor zorgen dat er geen kip meer komt in dit amateurige restaurantje van jullie. Oh, denk je dat mevrouw de baas gewoon het erg vindt hoor, ze willen toch liever geen kippen hebben. Hoe heet deze tent eigenlijk? De gevulde snoeshaan? Dat zegt al genoeg. Mensen van onze stand zijn veel beter gewend. Inderdaad, we zullen nog het huwelijksdiner van onze kinderen een beter restaurant moeten regelen. Mijn Harmen is gewend aan een beetje kastje. En mijn Margot is alleen maar het beste gewend. Kijk, daar zit ze. Wat ik op zo'n zwijgen. Wil jij iets brengen? Ik ben een beetje bang van ze. Natuurlijk. Let jij maar eens op hoe ik dit varkentje was. Zo. Twee glaasjes eruit zal met alcohol. Alsjeblieft. Pardon? Wat is dit voor een onbeschaamd gedrag? Minder praten, meer zuiver. Nou, mijn vriendin, het was papa! Het spijt me, uw majesteit, maar de tijd dringt. Kan ik laat nu nog leven voor zitten? Oh, wij willen dit wijntje op ons gemak nuttigen. Natuurlijk, doet u maar rustig, zolang u maar opschiet. Zuurstofmolecuul en twee waterstofmoleculen. Het bevat van nature vele mineralen en metalen, zoals ijzer, chroom, koper, seleen. U heeft dus eigenlijk twee glaasjes metaal besteld. U bent getikt. Nee, ik ben niet gek. Ik heb het op school geleerd en ik ben het gewoon nooit vergeten. Kijk, ik kan het zo weer op zeggen. Water is een chemische verbinding tussen zuurstofmoleculen en twee waterstofmoleculen. Ja, stop nu maar. Hè? We weten het wel. Dames, je staat volledig in hun recht. Natuurlijk hoeft u niet te betalen, hoor.
Deze twee trutten hier, die laten ons 5 keer op en neer lopen. En u wilt geen geld zien? Dames, ik wens u nog een prettige middag. Graag tot ziens. Dat dacht ik niet. In nog geen 1000 jaar. Tot ziens, dames. Fijne middag. Dag. Zo behandel je toch zeker geen klanten, idioot? Dat waren geen klanten, dat waren profiteurs. En trouwens, Gabriella, waar wil je ons van betalen als hier geen geld binnenkomt? Wij gaan hier heus niet voor Nopstaan werken of zo, hoor. Ja, ik bedoel nee. Zo, het personeel komt in Nopstaan. We zijn er niet eens geopend. Een restaurant, ik wil het zo zalig, hoe je met u springt. Nee, meneer. Nee, wij hebben geen goederskroketten. Nee, ook geen frikandellen. Goedemiddag. Zo. Zal ik de glazen maar gaan afruimen? Ja, dat lijkt me nou eens een slim idee. Niet hoef je kunnen staan. Ik wil een cocktail maken. Joe. Je kunt nog niet eens een cappuccino zetten. Laat staan dat je een cocktail kan maken. Moet jij eens opletten? Zo, nou hebben we een heerlijke cocktail van rode en witte wijn en champagne. Joep, echt waar. Je bent hopeloos. Joep, je krijgt een kwartier om het aquarium leeg te ruimen. Steek je handen uit de mouwen. Hey. Ze zal zien dat ik geen lui anders ben. Ik moet aan de slag gaan. Energiek en actief. En ze, ik ga hard aan de arbeid. En ik word al moe als ik eraan denk. Zijn er al reserveringen, Gabrielle? Nee, nog niet, maar dat komt nog wel. En ik wil ook trouwens niet dat je Gabrielle zegt. Ik ben mevrouw de koper voor jou. Hé, je had toch echt een ander pand moeten kopen? Want mensen blijven gewoon denken dat dit een frietent is. Mensen denken helemaal niet dat dit een frietent is. Precies goed. Voor een chefkok ben jij niet echt hygiënisch.
Hey. Een goede kok gebruikt gewoon alle lichaamsdelen die hij heeft, want ja, koken is passie. Godverdomme. Ik ga denk ik eerst maar even een tukkie doen. Ja, dat had je gedroomd. Je moet nog groenten schoonmaken. Ja, dan mag de keukenhulp doen. Keukenhulp? We hebben geen keukenhulp. Heb ik dan helemaal geen assistentie? Nee, personeel kost geld. Dus voorlopig moet je alles zelf doen. Hebben we van alle gerechten genoeg op voorraad? Ik heb alles al 3 keer gecontroleerd. Ik heb ook al 3 keer ja gezegd. Moet ik soms ook alles een 4e keer doen? Ja, heel graag. Bas. Oh, kijk uit. Zo genoeg HVO, mevrouw de Basiskroon? 1 emmer. Ik heb alles gecontroleerd en ja, er is alles genoeg. Alleen de kreeften zijn nog niet binnen. En wanneer komen die dan? Kreeften? Die hadden al lang hier moeten zijn. Ik hoop dat ze op tijd zijn. Hallo! Nou, daar heb je de eerste kreeft al, hè? Pas op, of je bent ontslagen. Goedemiddag, mevrouw. Kan ik u ergens voor helpen? Hoi, we zijn binnen, juffrouw Lieselore. Er praat een vrouw tegen me. Ja. Wilt u een tafeltje reserveren voor vanavond? Oh, ze praat tegen me, maar ik negeer haar. Weet je, ze hebben niet door dat je er bent. Mevrouw, pardon. Hé, hey, laat haar toch links liggen. De mensen stoort niet. Het is voornieuw, dit is niet toch zo? Ik heb hem gevonden, juffrouw Lieselore. Ja, de slachter. De moordenaar die al zoveel van jouw familieleden heeft vermoord. Oh, dit huis is een moordfabriek. Oh, weet je, we doen net alsof we niks in de gaten hebben. Ja, we moeten hun vertrouwen winnen. Mevrouw, ik denk dat u hier verkeerd bent. Ik denk dat u beter kan gaan. Oh, is die ober weer? En ze vraagt iets aan me. Wat moet ik nou zeggen? Slim. Heel slim, juffrouw Lieselore. Ja. Hofvak Vattendorp. Aangenaam. Hoe maakt het? En zou ik misschien een kopje koffie mogen? Luister, wij zijn nog niet geopend. Nee, dank u. Ik hoef geen kaart. Ik heb geen honger. Freek, ze heeft niks in de gaten. Voor mij, mama. Zij is niet gebeten om hier te blijven zitten. Hé, hey, ik ben toch zeker de kok. Ik ben toch geen uitsmijter. Nee, maar je bakt wel uitsmijtertjes, hè? Kom, mevrouwtje. Ja. U heeft de baas gehoord, hè? Waarom mag hij wel baas tegen u zeggen? En ik niet? Bemoei je er niet mee. Zorg maar dat ze wegkomt. Dametje, opkrassen nu, hè? Mag ik een glas melk? Volgens mij hoort ze niet wat je zegt, Freek. Nou, sterker nog, de mens als een blok beton. Ze beweegt niet te krijgen. Mag ik een kopje aardbeien thee? Volgens mij is ze niet goed, Snik. Een espresso graag. Nou, alles goed en wel, maar wat doen we hier mee? Ik denk dat we er best iets te drinken kunnen geven. Dus eerder is ze weg. Mag ik een glaasje ranja? Dat mag Joep dus doen, hè? Want ik ben niet van het bedienenpersoneel. Joep, regel jij dat even verder? Kom vrij, we gaan het menu bespreken. Oh, hallo. Hallo. Mag ik een lekkere martini? Even kijken, dat is een melk, een aardbeienthee, een espresso, een ranja en een martini. Wilt u het allemaal tegelijk opdrinken of zal ik het één voor één komen brengen? Nee dank u. Doet u maar rosé gebakken. En ik hou niet van tosties. Iedereen is weg, juffrouw Lieselore. Wat zeg je? Je moet daar iets duidelijker praten, hoor. Oh, je hebt het benauwd. Je wilt een frisse neus halen. Maar juffrouw Lieselore, u heeft toch helemaal geen neus? Hallo. Ja, ik heb hem gezien, ja. Ja, die slachter, die moordenaar. Die al zoveel van jouw familieleden heeft vermoord, hè? Ja, rustig maar hoor. Mama zal je beschermen, hè?
kunt nog helemaal geen kreeft bestellen. Ik hoef ook helemaal geen kreeft. Nee, ik moet die beesten ook niet. Enge dingen. Oh, die denk je, mevrouw Lieselore? Deze jonge dame zegt dat kreeften enge beesten zijn. Hoe durft ze? Tegen wie praat u? Tegen juffrouw Lieselore natuurlijk. Wie anders? Oh ja, ik dacht dat u alleen was. Nee, wij zijn met z'n tweeën. Ziet u dat niet? Nou ja, behalve u zie ik verder helemaal niemand. Hier is uw bestelling. Oh, wij gaan er vandoor. Ik moet de bus halen. Juffrouw Lieselore moet naar de tandarts. Oh, maar u moet nog wel even betalen, hoor. Oh, maar de betaling is geen enkel probleem, jonge dame. Kijk, alstublieft. U mag het wisselgeld houden. Oh, ik weet niet of wij dit als betaalmiddel aannemen. Ik kan het beter even aan Fieke vragen. Juffrouw Lieselore. Ja, ik ben het allermooiste mosseltje dat ik ooit heb gezien. Het zit je weer mooi in je schelpje. Nee, we hebben geen tijd om nog wat te gaan eten. Nee, en ik heb u gisteravond nog droogkorreltjes gevoerd. Lust u die niet? Sorry, maar dit is geen wettig betaalmiddel. Nee, dank u. Ik slik geen pillen. Nou, dat zou anders helemaal niet zo gek zijn. Want volgens mij werd er niet goed snik. Inderdaad, ja. De prinsessenboontjes waren overheerlijk. Is het vandaag nationale mafkezendag of zo? Ik kan net zo goed in een gekkenhuis gaan werken. Hoe durft u mij uit te schelden in het bijzijn van juffrouw Lieselore? Juffrouw Lieselore? Waar is ze dan? Zit ze op de wc soms? Nee, juffrouw Lieselore is hier. Een glazen pot. Godverdamme, er zit een mossel in! Sssst! Sssst! Juffrouw Lieselore is erg gevoelig. Ze wil niet graag door vreemden een mossel genoemd worden. Ze heeft een beetje een minderwaardigheidscomplex. Zoiets belachelijks heb ik echt nog nooit gehoord. Ja, maar je kunt haar beter een oester noemen. Weet je, ik heb haar verteld dat je een oester moet noemen, hè? En geen mossel. Ja, ze is wel een mossel, natuurlijk. Zoiets doms heb ik echt nog nooit gekocht. Kunt u gewoon de rekening betalen? Juffrouw Lieselore is voorzitter van het Zeevruchtenbevrijdingsfront. En ik ben vicevoorzitter. Zeevruchtenbevrijdingsfront? Ja, wij zetten ons in voor alle onderwaterwezens. Nou, en ik zeg mee om alle klanten de rekeningen te kunnen laten betalen. Dus, en dat kunt u overduidelijk niet. Komt u maar mee, dat wordt afwassen. Het is gelukt. We zijn geïnfiltreerd in deze misdadige organisatie. Zin in een hapje, mijn duifje. Volgaande, lieverd. Ik rammel van de honger. Laten we plaatsnemen. Moet je al die drankjes daar eens zien? Zou het hier zelfbediening zijn? Ach, geitje toch. Sinds dat ik jou ken, heb ik nooit meer aan zelfservice hoeven te doen. Ik wil bediening. Oh, wat zeg je dat toch lekker mannelijk, mijn engel. Ober. Oh, je stem is zo stemmerig. Ja. Ober. Oh, rustig aan, schat. We hebben alle tijd. Ja, onze moeder zijn vast nog aan het shoppen. Oh ja, mijn moeder geeft bakken met geld uit voor ons huwelijk. Mijn bruidsjapon wordt door een beroemde couturier gemaakt. Ik ben totaal niet geïnteresseerd in je bruidsjapon. Wat eronder zit, dat is pas belangrijk. Oh, maar dat heb je toch al lang al gezien, lieverd? Officieel niet, hè. Dus mondje dicht tegen mijn moeder. Die is tegen seks voor het huwelijk. Ach, jouw moeder is tegen seks in het algemeen. Ik snap nog altijd niet hoe ze jou ooit gekregen heeft. Ach, dat kan mijn vader winteravonden invullen. Maar ik moet even urineren, poppetje. Dus wees een sweetheart en roep die verrekte ober even, wil je? Ik hou van je. Ik
Ik hou ook van jou. Ik hou 10 keer meer van je. Maar ik wil 100 keer meer van je. Ik wil 1000. Ik wil 10.000. Ik wil 1 miljoen. Oh, heb je het ondertussen niet in je broek gedaan, lieverd? Oh, het scheelt niet veel. Maar als ik jou zie, dan heb ik mijn spieren niet meer onder controle. Ja, dat heb ik gemerkt. Ik ga even urineren, poppetje. Ik hou van je. Ik hou ook van jou. Oh, Bob! Wat een sukkel! Oh, hij is oerlelijk. Oh, het is dat zijn ouders rijk zijn, maar anders. Oh. Ah, een klant. Heeft u geld? Ja, natuurlijk heb ik geld. In overvloed zelfs. Wat is dit nou weer voor stomme vraag? Nou, het is zo dat de laatste 2 uur hier nog niemand rekening heeft betaald. Dus vandaar dat ik het even vraag. Wat mag het zijn? Doet u maar 2 koffie met cognac. Voor mijn verloofde een gewone cognac en voor mij een dubbele. Ja, komt eraan. En succes met de make-up. Echt, deze spiegel is veel te klein voor mijn wallen. Dankzij die seksmaniac kom ik veel te veel slaaptekort. Ik kan me maar beter even op het toilet gaan fatsoeneren. Hier ben ik dan, schat. Waar is die tenis gebleven? Hé, hey, Katelijne, schatje. Hé, hey, ze is weg, dus ik bel je even. Ik hou van haar. Nee, ik hou van jou, ik hou van jou. Ach, schatje toch, je weet toch dat je de enige voor me bent? Je bent mijn droomvrouw. Ja, lekker is dat. Je bent alleen nog maar bij haar. Ik wil dat je bij mij bent en dit tijd bij mij studeert. Zeg gewoon een stukje voor mij houdt. Ja, je weet dat ik alleen maar met Margot trouw vanwege haar geld. Ik wil gewoon van haar scheiden en de helft van de spullen meenemen. Maar je moet gaan, schatje. Ze kan ieder moment terugkomen. Zo, hier is uw bestel. Oh, wat doe je? Maar u zag er net heel anders uit. Je hebt net mijn vriendin gezien, zeker? Ja, ik weet dat make-up veel aan de mens kan veranderen, maar dit is overdreven. Ik weet het, ze is geen schoonheid. Een knappe vent als ik kan veel beter krijgen. Maar ach, haar ouders zijn schatrijk, dus ik doe het er maar mee. En in het donker is iedere vrouw even lekker. Ja, dat zou ik niet weten. Ik ben namelijk bang in het donker. Maar waar was uw vriendin nu? Nou, op het toilet. En waar was u net? Ja, ook op het toilet. Maar dat is niet zo slim, hè? Hoezo dan niet? Het wc-papier is op. Gehoord, ja. Wat heb je besteld, prinsesje van me? Oh, 2 koffie met cognac. Ik heb gezegd dat hij jouw glaasje extra vol moet gieten. Wat attent van je. Ja, maar waar blijft die ober nou? Ik vind het niet leuk om in deze rommel te zitten. Ober, ober. Ja? Waar blijft onze koffie met cognac? Oh, daar ligt het. Drink maar lekker. Wel heb je ooit. Breng al vanmiddag 2 nieuwe koffie met cognac en menukaart. Kijk, dat zie ik nou graag in een man, hè? Daadkracht. Je haalt gewoon het beste in me naar boven. Ja. Goedemiddag. Hallo. Middag. Psst. Moet je die vrouw eens zien? Dat is zeker haar zondagse pak of zo. Ach, ik heb het liefst slechts geklede mensen in mijn buurt. Des te beter zie ik er zelf uit. Zo. 2 koppels koffie. En 2 glaasjes cognac, alsjeblieft. En de menukaart graag. Ja,
Ja, dat gaat niet, want we zijn nog gesloten. Ja, wat is dat nou weer voor belachelijk iets? Het is al bijna 4:30. Nou, sorry. Ik kan er ook niks aan doen dat je gewoon te vroeg bent. Wees blij dat je wat te drinken krijgt. Mevrouw? Wie? Wat? Wat moet u? Oh, ik zie het. U bent gast van de bediening. Nee, ik ben het mannetje op de maan. Dat is wetenschappelijk onmogelijk. Bij zuurstofgebrek kun je niet op de maan leven. Doet u mij maar een koffietje. Al die geleerde praatjes voor een kopje koffie? Wat een onzin. Oh, Harmen. Ik kan haast niet wachten om met je te trouwen. Het belooft een prachtige dag te worden. Voorname gasten, luxe hapjes, een en al deftigheid. Voor ons het allerbeste, mijn duifje. Oh, de bruidstaart is gedecoreerd met gesuikerde bloemen en heeft wel 7 etages. Hij wordt gemaakt door de beste bakker van het land. Ik geloof dat er ergens wel een hofleverancier is. Ach, dat is nog niet. Er komen zeer voorname gasten natuurlijk. Beroemde politici, beroemde zangers, groot industriële, noem maar op. Mijn moeder heeft hooggeplaatste contacten. Nou, er zitten dan geen wetenschappers bij. Pardon? Even wel wat. Geen wetenschappers. Ik ben professor, moet u weten. Ik ben universitair afgestudeerd in biologie en celgenetica. Frans, Duits, Spaans. Wat een nerd! Oh, wat heb je toch aan al die opleidingen? Kennis is macht. Fout. Geld is macht. En geld hebben onze families meer dan genoeg. Niet waar, schat? Dat is de dwaasheid van jullie rijke mensen. Jullie kijken niet verder dan je neus lang is. Oh, poe, poe, nou, mevrouw de professor hoor. Leer jezelf eerst maar eens behoorlijk kleden, want je lijkt wel een zwerver. Het gaat om de herseninhoud. En zo te horen aan je maatgehoorschap, heeft hij de herseninhoud van een eierdopje. Hé, hey, niet zo tegen mijn toekomstige vrouw, ja? Oh, rustig aan. Die vrouw die is niet belangrijk, hoor. Wij hoeven tenminste niet te werken voor ons geld. Onze ouders hebben hun hele leven lang al geld op onze rekeningen gestort. En dan wacht ons ook nog een dikke vette erfenis te wachten. Ons leven is een en al luxe. Mijn automobiel is meer waard dan jij 8 jaar verdient, professortje. Pardon, als jullie in de toekomst dit soort mensen blijven ontvangen, zullen jullie mij niet meer terugzien. Zou ik misschien een menukaart mogen? Nee, want we zijn eigenlijk... Ja, natuurlijk kunt u iets bestellen. Maar je zei zelf dat we nog... Ik heb net de chef gesproken. En hij wil wel even een lunchgerechtje maken, hè? Een beetje als generale repetitie voor vanavond. Goedemiddag, spreek met restaurant in Vilsoezaan, spreek met Gabrielle de Koon. Meneer, u moet niet hier zijn voor een gezinszak friet. Nee, ook niet voor de mayonaise en een apart bakje, alstublieft. Goedemiddag. Sorry. Dat is wel ook. Dit was vroeger toch een frietent? Dat was het inderdaad, maar nu zijn we in een chic restaurant. Heeft u een keuze kunnen maken? Ach, laat het simpel houden. Dit is mijn aanslade de chef. Met extra dressing graag. Prima, komt eraan. Meneer, mevrouw? Doet u voor mij maar een garnalencocktail. En voor mij het zal. 2 garnalencocktail. Omdat het voor de eerste keer is dat onze chef een lunch bereidt, wil ik hem graag van het huis aanbieden. Alweer van het huis? Is het nog steeds niet tot de schedel van je doorgedrongen dat er hier geld binnen moet komen? Het is hier geen liefdadigheidsinstelling of zo. Momentje, naar de keuken, nu. Interessant. Deze reactie had ik niet verwacht. Zou dat komen door de glucosemoleculen? Nee, dat is onmogelijk. Misschien moet ik de subatomaire en de elementaire deeltjes uit elkaar scheiden. Nee, dat kan het ook niet zijn. Maar voor het zekere van het onzekere zou ik de bindingslengte opnieuw moeten berekenen. Tss, wat een aanstellerij! Ach, ze willen ons dom laten voelen, maar wij zijn te rijk om dom te zijn. Let er maar niet op, schat. Maar ik let er wel op! Ik erg me mateloos aan het mens! Pardon, dit is geen laboratorium! Wilt u mij dat horen? Midden in een wetenschappelijk experiment. Wat voor een experiment? Kijk, kinderlijk eenvoudig. Normaal gesproken bevat de moleculen nog de chemische eigenschappen van een bepaalde stof. Zodra je deze opdeelt in atomen, veranderen deze chemische eigenschappen. Nu wil ik een nieuwe manier gaan bedenken om de vaste rangschik van atomen opnieuw in te delen. Maar daar heb ik eigenlijk mijn microscoop voor nodig. Wat? Ja, ze gebruikt al heel veel woorden om niets te zeggen. Wat in mijn hoofd zit, is met
getekend. Zo heb ik de sleutel tot vele oplossingen van... Bla, 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 bla. Je lijkt wel een schaap. Ach, er is niets bijzonders aan die vrouw. Ze zal heus wel wat boekenkennis hebben, maar ik wed dat ze op de simpelste vragen geen antwoord weet. Denkt u dat? Die uitdaging ga ik aan. U mag me alles vragen. En ik weet zeker dat ik overal een antwoord op heb. Oh ja? Wat is dan het Franse huis voor, Franse woord voor huis? Maison. Iets moeilijkers graag. Hoeveel poten heeft een 1000 poot? Voor dat antwoord specificeer ik me even tot de soort die in Nederland en mijn buikje wonen. De Litopisch fortificatus heeft 15 paar poten. De Geophilus longicornis heeft 45 tot 55 paar poten. En de Geophilus haplophilus, die heeft 85 tot 95 paar poten. Shit, ik had gehoopt dat ze 1000 zou zeggen. Wie was de vader van Karel de Grote? Pepijn de Korte. Klopt dat? Je weet ik veel. Hoeveel poten heeft een kameel? Iets beters graag. 2. Wat is een regenboog? Iets specifieker. Wat bedoelt u met regenboog? Bedoelt u daarmee iets optisch? Of heeft u over de zeilboottype, de regenboog? Of refereert u gewoon naar de meteorologische sensor? Ik wilde eigenlijk alleen maar de kleuren weten. Serieus, doet u beter uw best. Deze vragen zijn veel te simpel voor iemand met mijn hersencapaciteit. Nou, de kleuren zijn rood, oranje, groen, geel, blauw, indigo en violet. Nou, die zijn toch allemaal uit de mode. Laatste poging, professortje. En ik wed dat je hier het antwoord niet op weet. Hoeveel is 8 maal 6 min 3 gedeeld door 1,5 maal 6 gedeeld door 2? 21. Dat kan niet. Je hebt gegokt. Dat antwoord dat kan niet goed zijn. Ik ga dat toch eens even narekenen op mijn mobieltje. 8 maal 6 min 3 maal 1,5. Wel heb je ooit? 21. Zou ik een boek misschien mogen lenen? Maar natuurlijk. Ik ben altijd bereid om te ontwikkelen. Geef ze deze voor te verstaan. Dus u wilt niets lezen? Nee, nee, maar het wc-papier is op. Achterlopen. Ter gelegenheid van zijn eerst bereide lunch dient onze chef deze zelf op. Nou, generale brei voor mevrouw. En eentje voor meneer. Alsjeblieft, smakelijk eten. Godverdomme, die granalen zien er niet zo fris uit. Kom nou, ik heb ze zelf in het bakje van de supermarkt gehaald. Kijk, dit is een spachtel nog. Hij leeft. Hey, verrek. Nou, niet meer. Smakelijk, vriend. Oh, duivels, moordenaars, sadisten, beulen. Mevrouw, ga terug naar de keuken. Oh, ik denk daar niet aan. Ik heb net zelf gezien in juffrouw Lise Lore ook hoe deze kwelduivel hier die lieve onschuldige garnaaltjes heeft mishandeld. Wat jullie voor jullie hebben, dat is geen maaltijd, dat is een massagraf. Jullie mogen er niet van eten. Freek, doe iets. Laat ze rustig eten, mens. Nee, geen hap zullen jullie nemen van dit kerkhof. Juffrouw Lise Lore zal dat niet toestaan. Godverdamme! Daar zijn jullie wel! Nou, is het genoeg geweest? Nee, uit! Ik ben nog de bevrijdingsvond! Uit! Ik ga nergens heen zonder juffrouw Lise Lore! Wij zullen nu gaan. Maar zolang jullie hier van die weerloze dieren blijven verorberen, is dit restaurant niet veilig. Nee, nee, nee. Juffrouw Lise Lore keert terug. Haha. Leven het zeevruchten bevrijdingsvond! Mijn excuses. Ja, zeg maar niet. Wij sturen de rekening van de stomme rijwal. Ja, u heeft vreemd personeel. Personeel? Dat was een klant die niet wilde betalen. Nou, dat komt dan mooi uit, want wij betalen ook niets. Kom, schat. Dit is geen geschikte gelegenheid voor ons. Ja, maar u hoeft in de lunch helemaal niet te betalen, want u was van het huis. Idioot. Niet ik? Maar ik heb helemaal niks gedaan. Als ik jou idioot noem, dan noem ik jou idioot. Pardon? Waar blijft mijn salade, de chef? Oh, sorry. Het is een beetje hectisch allemaal. Ik ga even kijken. De wet van Murphy. De wet voor een sanitaire onderbreking. Waar is boven? Ja, die is met de Noorderzon vertrokken. En aan juffrouw Lies Loro ook. Nou, ik vond het
inderdaad zo leuk. Maar dat kan je echt niet meer bij die vrouw voorzetten. Oh ja, dat zie je toch. Wat niet weet, wat niet weet. Ah, eindelijk. Dat zou lekker smaken. Pardon, er zit iets blubberigs op mijn salade. Ja, dat klopt. Dat krijgt u gratis bij. Het is, wat zal ik zeggen, het is werkelijk het neusje van de zalm. Het is het sausje. Het sausje? Ja, de dressing, daar wil je toch extra veel van hebben, of niet? Het is heerlijk, proeft u maar. Ja, gebruik dan. En? Smaakt het? Zei ik het niet? Ik als kok, ik heb namelijk een neus voor goede smaak. Vond u het wel lekker? Wat, je bedoelt de saus? Uit zijn neus? Ja, de hele klobbe. Was het nog warm? Joe, je mag echt wel wat meer respect tonen naar die vrouw toe, hoor. Ze is een professor. Ja, nou en? Ja, maar ze is echt hartstikke slim. Veel slimmer als ons. Ik ben ook heel slim. Ja, maar zij weet echt werkelijk waar alles. Ik was er zelf bij. Thank you.
Ik ga
kan niet. Ik mag niet weg van vrouw de baas komen. Ik moet op de tegenkomen. Staat er weer alleen voor? Ja, alsof ik het zo bang heb. Ik ben als ik bang gekregen. Nou, waar is recht? Nou, ken je dat verhaal niet van die Chinese over de kreeggeld studeren? Nee. Ik ook niet. Want ze hebben een tong afgeknipt. Maar dat is toch niet het ergste? Want in een chique hotel in Amsterdam wilden we in de ogen ook kreeg studeren. Maar dat ging niet, want het was ruim. Alles op heel wat. Nou, niet een vriendje, laat me warm. Tja, dan hebben we daar iemand van in het water voor. Ik wil dat je goed van leven bent. Ik zag nu mijn beste bier wil gaan eten. Ze hebben hier gisteren nog een halen koffie in mijn schoot kloppen. En ik snap niet waarom jij steeds met iemand komen tot het om gaat warmen. Ik wil niet dat je met haar trouwt. Je hebt je hart aan mij beloofd. Ik heb het al lang uitgelegd dat ik alleen maar met haar woord overweg haar geld. Ze betekent niets voor me. Zo praat je zeker ook nog wat dingen bij haar waar. Nee. Ze weet gelukkig niet dat je bestaat. En dan wil ik graag zo houden. Je schaamt je voor me. Nee. Maar je snapt wel dat we gewoon niet met mij wilt trouwen. Als ze weten dat ik nog meer vriendinnen heb. Vriendinnen? Ja, ik bedoel vriendin. Ach, enge dropje, je weet dat ik de enige gewonnen ben. Ja, wat zeg je nou al zo lang? We hebben al bijna 2 jaar eens. Het wordt eens tijd dat je mijn zus ontmoet. Niet te overhaasten. Alles op zijn tijd. Alles op zijn tijd? Ze vraagt zich af wanneer je van mijn tijd spendeert. Rustig maar, alles komt goed. Je bent een droomvrouw. Wij worden hartstikke gelukkig. Jij, ja, ik en met jou op mijn groep. Hoe kan ik je helpen? Telefoon. Ik heb wel naar een dag reserveren voor mijn zus, mijzelf en mijn lieve. Ben je ook al een lieve van meneer? Dat is toevallig. Vanmiddag zat hier een mevrouw die precies hetzelfde zei. Oh, Harm, dat ben je toch een lieverd? Dat was niet voor u, dat was... Hey!
even keer door en ik breek een vlog even over. Het leven gezellig om hier met z'n allen uit de hitte te gaan. Gezellig? Het is helemaal niet gezellig. Het is noodzakelijk. We moeten nog een hoop regelen voor de bruiloft. Maar alles wat ik jullie moet doen, vind ik leuk, schoon mama. Oh, vandaar dat die mevrouw zo raak zegt, ik heb een slokje nam.
Precies. Wel zou ik graag een tafeltje willen reserveren voor morgenavond. Oh, ja, die grote zaal zit morgen helemaal vol, maar ik heb hier nog wel een paar tafeltjes. Prima. Wil ik graag reserveren voor 3 personen. Voor mijn zus, haar vriend en voor mezelf. Ze heeft al 2 jaar een relatie, maar ik heb haar nog nooit ontmoet. Maar dan zou ik ook goed zitten, want ze vallen allebei op intelligente typetjes. Oh ja, ik val ook wel van die intelligente typetjes, want die hebben al fijn moeilijk woorden. Dat klinkt al zo leuk. Juist. Dan ga ik met het alles zo geregeld is. Apropos. Doos in de kamer, verwijder dat even voor het invloed sluitelt. Hoe heel. Dan moet het kutje zijn. Dan moet je dan maar
Fieke, heb jij ooit van een hyena al gehoord? Joe, je bent een goede voorzitter. Behalve de stad krijgt hij helemaal niks van jou. Hallootjes! Kom, kaasje. Ja, zij was steeds gestopt. Nou, als zij hier de boel komt verzieken, dan ben ik er van verdomme. Ah, Tommy! Mevrouw, mag ik uw mossel zien? Voor die slommen.
zou het niet vervreemden. Oh, God, was ik. Hier ben ik al, schatje. Geef eens een kusje. Mijne niet. Ik heb de mijne altijd bij en dat weet je. Oh, verdomme! Ken je
jij die vent, Katelijn? Ja, natuurlijk ken ik hem. Hij is nu een beetje verward, maar hij is zo lief en hij zal zeker zo wel kennis komen maken. Maar je wilt toch niet zeggen dat die vent jouw vriend is, hè? Ja hoor, dat kan er ook nog wel bij. Wat doe jij hier, vervelend mens? Maak dat je wegkomt. Ik sta op het punt om de zus van mijn vriendin te ontmoeten. Katelijne, schatje, je zou het toch beter moeten weten. Waarom laat je die schooier hier bij ons aan tafel zitten? Maar, hè? Dit is mijn zusje. Ja, juist. Oh ja, ik ben Leonie Slot. Ik ben de zus van Katelijn. En jij bent haar zogenaamde vriend? Volgens mij heb ik toch mijn portemonnee in de auto laten liggen. Ik ben zo even terug. En, vind je hem leuk? Nee. Sorry voor het oponthoud, maar ik moest nog even wat dingetjes regelen. Heb je wel iets besteld? Nog niet, maar waarom? Ja, doe dat dan. Ik wil zo snel mogelijk weg. Hier ben ik dan. Daar ben je weer. God, u de zus van Katelijn, dat had ik nooit verwacht. Ken jij hem? We hebben elkaar wel eens ontmoet, ja. Ach, dat akkefietje van gisteren. Ik was er totaal niet boos, dus dat was er maar een grapje. Een grapje? Nou, dat heeft een raar gevoel voor humor. Ik begrijp er helemaal niks meer van. Ja, denk er dan maar even rustig over na, dan ben ik zo weer terug. En heb je al zin in ons huwelijk, mijn botervlootje? Waar zijn mijn autosleutels? Oh, verdomme! Als jullie op de stoep wachten, ga ik even mijn benen strekken. Ik ben zo weer terug. Zo, waar zullen we het eens over hebben? Ik wil naar buiten. Ik wil mijn auto gaan bekijken. Nee, je kunt niet naar buiten. Nou, mij lijkt het anders een heel goed idee. Ja, dat moet ook. Want wat heb ik nou aan een nieuwe auto als ik er niet eens in mag gaan rijden? Ja, het is nog goed. Je mag zo naar buiten. Een momentje, even wachten. Mama, schoonmama, Emma Go. Wil je niet eventjes je oogjes dicht doen? Waarom? Wat ben je van plan? Dat is een verrassing. Oh, een verrassing, Harmen. Wat enig. Wat ga je doen? Waarom wil je aan mijn zus in de tuin houden? Ja, anders valt ze kou. Oogjes dicht houden. Niet spieken. Wat doe je nou? Niet spieken. En blijf maar lekker lang weg. Mogen we ook kijken, Harmen? Nee, nog heel eventjes wachten. De verrassing komt er zo aan. Ja? Doe je oogjes maar open. Wat is de verrassing? De soep is klaar. Goed, hè? Oh, echt, Harmen, wat ontiegelijk flauw van je. Ik had een echte verrassing gehoopt. Als ons huwelijk maar niet één grote teleurstelling wordt. Nou, vergeef mij vrij postschrijf, mevrouw, maar ik denk dat we zich in betere verrassing voor kunt stellen als deze echte soep. Het is werkelijk waar een culinair hoogstandje. Inderdaad, recht uit de slokdarm. Wat zeg je? Niets. Smakelijk eten.
Mevrouw, heeft u al een keus kunnen maken? Nou, mijn desgenoten zijn plotsklaps verdwenen. Oké, mag ik u een suggestie doen? De echte soep is erg in trek vanavond. Fantastisch, ik ben verzot op een breiband wilvruchten. Doet het maar 3 maal. 3 maal, prima. Ik dacht dat echte soep groen was. Deze ziet bruin. Deze soep smaakt een beetje zuur. Ja, dat kan, maar de brokjes zijn erg lekker. Bij mij zijn de brokjes anders erg taai. Het lijkt erop dat deze soep al een keer is opgegeten. De nasmaak is echt uitermate delicieus. Deze soep moet je leren eten. Als je eenmaal aan de smaak gewend bent, is die heel erg lekker. Dit is werkelijk een culinair hoogstandje. Ik heb nog nooit zo'n lekkere soep gegeten. Dan ben ik helemaal met je eens, Monica. Hoe deze soep op je tong uit elkaar brokt, is werkelijk, werkelijk zeer bijzonder. Ik heb het benauwd. Ik ga even buiten een luchtje scheppen. Nee, ik kan niet naar buiten. Ach, laat haar toch hangen. Je bent zelf al de hele avond in de weer. Ga maar naar buiten, dochterlief. Maar blijf niet te lang weg, anders wordt de soep koud. Waar heb ik dit nou verdiend? Ik kan niet naar buiten. Stel dat ze me al erbij zien. Ja, zo, nou even over gisteren. Ik kan soms wel impulsief uit de hoek komen, maar in werkelijkheid ben ik een heel gevoelige jongen. Soms ook een tikkeltje onzeker. Nou, zo kwam je helemaal niet over gisteren. Wie is die vrouw met wie ik je gisteren zag? Vrouw? Ja, dat hooghartige schepsel. Weet precies wie ik bedoel. Ze is nu ook hier in het restaurant. Dat is mijn zus, mevrouw. Oh, niet weer die soep. Je zus. Je noemt haar lievertje, schatje, engelendropje. Ach, wat kan ik zeggen? We zijn een hechte familie. Ik hoorde jullie gisteren over een huwelijk praten. Mij houdt ze niet voor de gek. Wat moet jij met mijn zus? Ik hou van haar met hart en ziel. Mijn zus heeft geen behoefte aan jouw hart en jouw ziel. Heerlijk. Beetje zuur. Ik proef geen ertjes. Eerder een soort kaas. Een schimmelbrie of iets. Heerlijk. Eet jij jouw soep niet? Ik heb de soep al gegeten. Gisteren dan. Ik ga heel even kijken op mijn katelijntje. Ik ben zo terug. Is mijn goeie al terug? Oh nee! Mijn auto! Hij is gestolen! Oh, hij is weg! Kindje, hoe kan dat nou? Ja, ik zag hoe mevrouw instapte en zomaar wegreed. Het is jouw schuld. Jij bent de sleutels kwijtgeraakt. Zelf weer terecht, geloof me. Hoe weet jij dat nou? Ik heb zo'n voorgevoel. En als je auto niet terecht komt, dan koop ik toch gewoon een nieuwe auto voor je. Oh, Harme. Oh, ben je toch een lieverd. Ik kan je wel opvreten. Wilt u daar wat te drinken bij? Oh.
mijn schatje. Oh, Harme! Jij bent bedrogen met een andere vrouw! Jou bedrogen? Wat heb jij hier nou weer mee te maken? Ja, ik ben Margot. Oh, Margot. Maar ik bedoelde ook een hele andere Margot. Er zijn heel veel meisjes die Margot heten. En ik vind Margot best een hele leuke naam. Zou ze dat geloven? Stop! Genoeg, stop! Meer kunnen we mensen niet verdragen. Ik stop ermee! Dus jij wilde van twee balletjes eten, hè? Ik wist dat ik jou niet kon vertrouwen. Dus jij was alleen maar uit op ons geld? Ja, ik haat je, ik haat je! Nou, laat hem toch met rust. Hij bedoelt het toch goed? Voor mij dan? Blijf met je tanden van me af, domschaap! Jij hebt alles verknald. Als jij op de vlakte had gehouden, was dit allemaal niet gebeurd. Ik wil niets meer met je te maken hebben. Wat zeg je nou? En jij? Jij houdt net zo meer van mij als ik van jou. Ja, ik begrijp het, Harmen. Mag ik nou iets zeggen? Ja. Auw! Zo naar de hel met die bruid van je, ik wil je nooit meer zien. Oh! Ik heb niets aan de woorden van mijn dokter toe te voegen. Alessia, het huwelijk van je zoon kan je op je buik schrijven. En zorg dat hij vertaan uit de buurt blijft van mijn dochter. Prettige dag verder. Sukkel, je wilde me alleen maar vanwege mijn prachtige lichaam. Je hebt nooit voor mij gehouden. Zo! En deze krijg je van mij. Zo, dat had ik echt al veel eerder moeten doen. Ah! Waarom zaten we? Je hebt er toch helemaal niets mee te maken? Ja, ik had er gewoon even zin in. Ja. Mama is in hemel geslaagd. Het is nog niet verder leken dan wat je thuis verwacht is dan. Jij hebt een hele rijke vrouw door je vrienden. Mee kom jij. Mensen, alsjeblieft. Laat me heel, ik wil hier geen vechtpartijen hebben. Zeg, Joep. Ik ben eigenlijk nog niet helemaal lekker. Maar ik moet nog vissalade maken voor tafel 3. Maar we hebben geen mosselen meer. Oh, dan maak je gewoon vissalade zonder mosselen. Nee. Mijn vissalades zijn niet compleet zonder mossel. En ik dacht dus dat Fieke, die zou alle ingrediënten inslaan, maar niet dus. Ik heb een idee. Ik denk dat je deze wel mag gebruiken, Freek. Zo, dat is echt een juweeltje. Die ga ik als genering voor de vissalade gebruiken. Maar, ik zag net, wat doet die panda nog? Steen voor de mensen die het gegeten hebben. Oh ja, ze vonden je echt zo erg lekker, Freek. Ertessoep. Juist, ja. Neem maar gauw mee naar de keuken. Ik ga dit mosseltje eens een lekker partje geven, hè. Ja. Oh, ontwaakt, verworpen en in het water. Oh, lieve kreeftjes zwammen. Jullie zien er slecht uit. Waarom zijn jullie in die blikken gekropen? Nou, geen nood, hè. Tante Bova zal jullie redden. Oh, Leonie. Maar wat?
toen ik de salaris schoonmaken was. Een dikke, vette worm, vies hè? Oh, als de nood het hoogst is, dan is de hulp nabij. Oh, meneer Worm, u komt als geroepen. U kunt mij mooi helpen met de begrafenis van juffrouw Lieselore. En misschien heeft u ook interesse om een voorzitter te worden van het Zeevruchte Bevrijdingsfront. Ja. Nou, daar ga ik snel met mijn mos om. Ik wil echt een lachen, ik heb hem enkel naar me gedaan. Auw! Auw! Het is altijd hetzelfde! Ik heb hem altijd gedaan! Waarom kijk ik nou weer in de stilte? Luister, ik accepteer geen scènes op de parkeerplaats. Dit is een chic restaurant, begrijpt u wel? U hoeft elkaar niet aardig te vinden, maar u kunt het op zijn minst normaal tegen elkaar doen. Wilt u iets te drinken van het huis? Alweer van het huis? Hebben wij al op verlies? Opzij! Laat me door! Freek, wat ga je doen? Het is je maken! Ik heb echt een enorme buikpijn. Oh, ik voel van alles lopen. Iets bij mij omhoog. Bij mij komt er iets omlaag. Allemaal met mijn buikje. Ik heb ook al kramp. We moeten alles schieten. Aan de kant! Aan de kant! Wat nou leuk is van de hele grafiek, hè? Nou? Wc-papier is nog steeds op. Zegt Zachtheater.